It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ja, lieve vrienden, een hele warme welkom toegewenst van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer een vrijdag, 11 oktober. En we leven alweer reeds om 15:24. Ja, het is wat later dan ik eigenlijk wilde, maar jullie weten het. Het was vandaag laat, het was gisteren een lange, drukke dag voor mij. Met onverwachte situatie. Ja, mijn computer die is weer stil. Ja, daar ben ik blij mee. Ik ben er echt blij mee. Mijn computer is weer stil. Die brandt niet meer. Je hoort hem niet meer met aandoen. Niks. Ik hoef hem niet twee keer aan te doen. Nee, ik bedoel, ik doe hem één keer aan en hij is stil. Nou, dat is al meer dan een jaar niet meer gebeurd dat hij stil was. Dat was het begon niet. Startte die op en was hij aan het brommen. En ik heb mijn broodrooster opruimen. Ja. Waar loopt dat snoertje heen? Waar loopt dat snoertje heen? Weet ik even niet. Daar naartoe. Oh, dat is daar ook. Dat is hier. Wacht even hoor. Die. Ja. Die is die. Die is die. Ik zit hem al even geduld. Ja. Want dan hoeft dat geen stroom meer te vragen. Dat dus, ja. Even daar tussendoor. En moet Mario de bril er even weg. En dan komt die daar tussendoor. En dan hebben we hem. Ja, ja. Kijk, mijn broodroostertje. Er zitten twee gleufjes in. Ja, nou, daarom mijn broodroostertje. Dan moet ik mijn doosje er ook van opzoeken. En dan kan het gewoon in het doosje, want het is duur apparatuur. Dus ik zet hem gewoon weer even op de eettafel. Auw. En dan zoeken we het doosje wel weer op. Hop, hop, hop. En ja, alles valt om. Gaat goed hier, mijn heus. Lekker. Maar ja. Ik weet het niet. Nee, ik dacht dat het op de grond viel, maar nee. Maar in ieder geval, ja, dat kon weer opgeruimd worden. Nou, lekker. Ja. En dan kan ik daar weer beter bij. Dan kan er dan ook weer nieuwe batterijen erin. Want oh, die doen het. Ook niet meer. Ja, yeah, dat dus. Even koeken. Ik krijg ze er amper uit. Kan je nagaan. Andersom dan. Wil je daar? Ja, dat wil wel. Moet die zo weer willen. En dan moet die weer zo willen. Zo. Kijk, kan ik deze in de oplader weer doen. En dan kan ik er nieuwe in doen. Ja, want dat gaat. Die lichtjes gaan op batterij. Die gaan op batterij. Maar ja, die behoren buiten in takken. Dus dat gaat denk ik wel weer gebeuren. Want als ik daar op takken kan hangen met de kerst. Naast de poort. Dan kan ik dat niet met elektriciteit doen. Met de batterij. Maar in ieder geval, ik ben blij dat mijn computer weer het doet tot zover. Ja, echt wel. Maar in ieder geval, ik ga de meisjes uitlaten. Dat waren de batterijen die jullie hoorden. Ik ga de meisjes uitlaten en ik ben niet helemaal in orde. Mijn magie die is een beetje verstreekjes, waarom weet ik niet. Maar ook dat komt wel weer goed, ja.
straks lekker eten en dan... maar eerst gaan mijn meisjes lekker voor. Ja, dat dus. En mijn rechteroor die doet het. Rechter is slechter. Normaal is linker die altijd piept. Linker of flinker. Ik altijd. Maar nou was ik die even. Maar ja, kan er ook niks te doen. Ze hebben momenteel allemaal een hekel aan me daar op Facebook. Dus ze bekijken het maar. Ja, ze bekijken het maar. De ene wil de groep overnemen en die wil het helemaal veranderen. Nou nee, laat het zoals het is, want de mensen die erin zitten heb je wel dankzij mij. Ja, ik heb hem grootgebracht en niet jij. Degene die hem wil hebben. Ja. Ja, en de anderen willen het ook zo laten, zoals het is. Dus laat zoals het is. Ja, en anders blijf ik gewoon beheerder en ik laat het werk aan een ander over. Zo is het ook nog eens een keer. Dus ja, dat dus. En ik zou ook met mijn jas aan de gang. Maar ik ben een beetje gammel, dus dat komt wel. Hij loopt me niet weg. En de tafel was ik vanochtend vroeg al mee bezig om dat een beetje op te redderen. Dus dat is al aardig opgeschoten. Moet ik mijn cameratas even weer opruimen en mijn rugtas. Dan kan dat weer de kast in. En dan zien we wel weer. Maar in ieder geval, ik moet ook vandaag aan het editen. En dat vind ik wat belangrijker. Want anders dan... Ik weet niet of Karin toevallig wat gestuurd heeft. Moet ik even koekeloeren. Nee. Nou, dan kan ik er een aantal voor mij in doen. Oh. Oh. Oh, oké. Nou, dat vind ik weer niet leuk. Dat vind ik niet fijn. Dan ga ik erachteraan bellen. Ja. Kijk, ik wil dat graag in de hand hebben. Ik wil altijd graag papieren van de bank waar je bij bevestigd bent, wil ik via de brievenbus ontvangen, dat ik het tastbaar heb. En nou wordt er gezegd, u ontvangt geen papieren afschriften meer. Download de afschriften via mijn, nou ja, je bank. En dat vind ik niet leuk. Nee. Echt niet. Maar ja, ik ga eerst meisjes laten. En ik ken meneer Epper. Ja, dus dan app ik hem wel. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee met wat ik doe. Samen met de meisjes of zonder meisjes. Of weet ik veel wat, ik moet sowieso editen. Dus ja, jullie weten hoe dat gaat. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, we gaan ons weer klaarmaken om te lopen. Ik heb mijn vest al aan, ik heb mijn sjaal al om. Ik heb al twee vlogs gedaan. Hoppa, zo. Ik heb al twee vlogs gedaan, dus ja. En ik heb een omslagplaatje gemaakt voor de 50+. Heb ik ook al gedaan. Zometeen nog een vlog en eten, televisie kijken en dan op Facebook. Ja, ik zou wel moeten, hè, als er geen beheer er is. Ja. Ja, een moderator die iets anders wil dan wat ik wil. Ik wil er wel uit handen geven, maar goed, maar het moet wel zo blijven zoals die is. Ja. En ik blijf de achterban houden. Ja. Maar zolang dat niet gebeurt, gaat hij niet weg. Dan hou ik hem en dan doe ik de andere groepen gewoon weg. Ja, ik ben er al mee bezig met Joyce en Nelson. Ja. Dus komt wel goed hoor. Ja, komt helemaal goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet en smakelijk eten, bon appetit, want het is al 7 uur geweest. Ja, dat dus. Ik ben ook al bezig geweest met wat lampjes aan te doen. Nou ja, ik denk ik ga toch eerst weg, dus 2 lampjes is nog wel genoeg. En de rest komt straks wel als we weer thuis zijn. Ja toch? Ja, gewoon. Voilà.
Ja, die is een beetje maf van dat. Dus ik zeg, geniet ze en tot later. Ja, wij gaan zo meteen lopen weer, hè. Ja. Twee kaarsen even uitdoen. Maar die is ook bijna uit, want die andere is ook al uit. En die wordt ook al lager en lager. En dus. Komt aan de zijkant ook al gaatjes in. Maar dat kan ik rustig aan laten, want dat is een batterij. Ja. En die loopt al een beetje te piepen van, vrouwtje, ik wil eruit. Nou, dat kan. Vrouwtje gaat toch eens lekker naar de wc. Ja. Ja, want het is alweer reeds 11:11. Ja. Dus ben ik lekker op tijd. Ik heb, ja, wat zeg ik? 4 tot 5 vlogs in elkaar weten te zetten. Vanmiddag, ja. Vanmiddag 3 geloof ik, of 4 wat ik gezegd heb. Ik weet het al niet eens meer. We gaan even kijken. Er stonden er nog, geloof ik, 2 of 3. Eens even koeken. Content. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Wacht even. Die ik gedaan vanavond. Die ik gedaan vanavond. Hè? Ik ben even de kluts kwijt. Gepland. Dus gepland, dat moet nog. 12 oktober, dat is morgen, dat is zaterdag. En 13 oktober, die waren al klaar. Dus dat waren er 2. Dan krijg je 14, 15, 16. Ik heb er 3 in elkaar gezet. Dat vind ik toch even goed nog netjes. En heb ik Facebook al een paar keer gedaan. En ik heb mijn spel een paar keer gedaan. Dus, dat dus. Nou, toppie. Wie weet, doe ik er straks nog even een. Dan is die voor morgen. En dan kijk ik misschien morgen met mijn jas beginnen. Want dat is ook een hele heisa. Want ik wil dat niet doen zoals Willy het zei, voor zo en zo. Nee, ik ben compeuze geweest, dat laat ik je zien ook. Dus ik moet de achterkant, dat loopt schuin, omdat dat voor een fiets is. Dan kun je dat met een bindertje, met een pittenband gevalletje dichtmaken. En losmaken en dan loopt het wijd uit. Maar dat is iets korter ook weer dan de rest van de achterkant en de zijkanten. Dus ja, dat moet ik dus wel even provisorisch keurig netjes regelen. Dus ik moet dat eerst lostornen. Zoompje erin. En dan bij de rest ook zoompjes. En dan het er weer keurig netjes erbij tussen doen. Dat dus. Maar ja. Dan heb ik wel een torenmesje nodig en die legt daar ook ergens verstopt achter de spullen. Maar dat komt helemaal goed. Maar ik wens jullie nu welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit jullie bed zien te komen. En ja, jullie weten dat God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!